We zitten inderdaad ruim een maand voor de verkiezingen. En ik heb net nog even mijn favoriete website gecheckt als het gaat om de peilingen. Niet dat ik dat nou zo vaak doe, maar als ik op peilingen aanga, dan kijk ik naar Peilingwijze, omdat die een soort van samenvoeging is van andere peilingen. En daar zie je dat de SP op dit moment op 10 zetels staat. Een verlies van 4 zetels. GroenLinks staat ook op een verlies van 2. De PvdA op een winst van 3. Maar ik word er niet zo heel erg vrolijk van. Ik denk dat wie de afgelopen tijd de SP heeft gevolgd, nou, die weet dat er een hoop gebeurd is. Ik kan daar wel over zeggen van dat dit echt een vorm van een crisis is. En die crisis, misschien is dit een crisis die kan ophouden, maar ik zal ook betogen dat de SP in deze periode van crisis naar crisis zal gaan bewegen. Maar waar ik het vooral over wil hebben zijn twee zaken. Dat is wat zijn de dieperliggende oorzaken van de huidige crisis? En wat betekent dit voor het perspectief van radicaal links? Ik denk dat dat twee belangrijke punten zijn. Die eerste legt min of meer een basis voor lessen die we voor een nieuw links kunnen trekken. Nou ja, als je het hebt over de huidige periode, dan denk ik inderdaad dat je kan spreken van een crisis. En als je kijkt naar de geschiedenis van de SP, dan zie je eigenlijk dat er 4 periodes zijn. De eerste is de periode van de vroege SP, hè, vanaf haar oprichting en ontstaan uit de communistische beweging in de jaren 60 tot de jaren 80. De jaren van groei van de jaren 90 tot ongeveer 2006, 2007. Daarna een periode van stagnatie van 2007 tot ongeveer afgelopen jaar zou ik willen zeggen. En nu een periode van crisis. En dat zijn 4 periodes die erg belangrijk zijn voor waar we op dit moment zijn. Want in die crisis komt een al veel langer bestaande onvrede naar de oppervlakte. Die onvrede die bestaat eigenlijk al een hele periode tijdens die periode van stagnatie. Het is een langdurige periode van stagnatie, 13 jaar. En dat kon lange tijd worden verhuld. En daardoor bleef die onvrede een beetje onder de oppervlakte. Kon worden verhuld doordat de SP heel erg de nadruk erop legde dat de andere linkse partijen het nog veel slechter deden. De PvdA die stortte helemaal in. GroenLinks deed het ook niet heel denderend. En je zag op dat moment dat de SP heel erg trots was op dat ze de grootste op links waren, terwijl tegelijkertijd links als geheel veel kleiner aan het worden was. Dus het resultaat was eigenlijk een achteruitgang. Maar dat kon verhuld worden door van, nou ja, we doen het minder slecht dan de rest. De afgelopen jaren, totdat Ron Meijer aan de kant werd geschoven, was er ook nog sprake van dat er een methode Ron Meijer was, waarbij veel hard werken en vooral organiseren, het organizing uit de vakbond overhevelen naar de SP en dat als methode gebruiken om weer de basis op te bouwen. Maar het was heel erg een instrumentele benadering, een weinig inhoudelijk, politiek inhoudelijke benadering. Maar eigenlijk heeft die methode van Ron Meijer ook het tij niet kunnen keren en is de stagnatie heeft alleen maar voortgezet. En op het moment dat die twee dingen verdwenen, hè, de SP is niet meer de grootste op links. Nou ja, Ron Meijer en zijn stroming zijn min of meer aan de kant geschoven. En daardoor werd die tegenstelling, of werd het steeds meer onhoudbaar dat er sprake was van achteruitgang zonder dat er een discussie plaatsvond over waar komt dit nou uit voort. En daar kwam bij dat op het internationale toneel de hele inspirerende
voorbeelden waren. En ik denk de meest belangrijke daarvan de afgelopen jaar is de ontwikkeling van een nieuwe linkse socialistische beweging in de Verenigde Staten. De Democratic Socialists of America zijn er een belangrijke uitingsvorm van. Maar je ziet natuurlijk daar de Black Lives Matter beweging en veel meer strijd. Echt de geboorte van een nieuw links in de Verenigde Staten. Wereldwijd heeft dat heel veel effect gehad en heeft dat heel erg inspirerend gewerkt. Ik denk dat dat een grote impact heeft gehad op een hele kleine groep linkse mensen in Nederland. In Nederland hebben we nou eenmaal niet een hele grote linkse beweging, maar we hebben een vrij kleine linkse beweging. Maar daarbinnen heeft het wel een grote invloed gehad. En daar speelde ook een rol bij dat thema's als diversiteit, intersectionaliteit veel meer op de agenda kwamen te staan. En dat ook daar een probleem zat bij de SP, dat daar veel wrijving op dat terrein was. En ik denk dat het heel tekenend is van, het werd destijds een beetje als een uitglijder gezien, maar dat Lilian Marijnissen toen Trump verkozen werd, ik haal hem toch even aan, het verfrissend noemde op de radio. Dat was wel echt ik vind dat niet gewoon een uitglijder. Dat komt voort uit de diepere politieke houding van de SP en van de SP-top voornamelijk. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg wringen als ondertussen jongeren worden geïnspireerd door ideeën die de hele andere kant op gaan. Zoals op het gebied van diversiteit. En dat leidde het afgelopen jaar tot een botsing tussen de jongerenorganisatie en de SP zelf. En het resultaat daarvan, ik ga niet te veel over die botsing zelf zeggen. Als je denkt van, ook op de ins en outs van die botsing hier zo te horen te krijgen van mij, dan, sorry, dan ga ik je teleurstellen. Ik ga het echt over de wat langere termijn ontwikkelingen hebben. Maar wat je vooral zag was dat de SP-top van bovenaf keihard ingreep. Mensen ging royeren, beschuldigingen uiten aan het adres van leden, die vooral formalistisch waren. Dus er gingen hele formele redenen, dubbel lidmaatschap van een partij, entrisme, allerlei bijzondere beschuldigingen, die volgens mij niet zo heel erg interessant zijn. Want ze zijn niet heel erg politiek. En ik denk dat dat heel tekenend is voor hoe de SP met crisis omgaat. Niet politiek, maar met op een instrumentalistische manier. Nou, als je het hebt over die onderliggende problemen, dan zijn er denk ik drie kernterreinen. Het eerste is het karakter van de vroege SP. Het tweede is de timing van de electorale doorbraak aan het begin van de jaren 90. En het derde is wat de partijtop aan lessen heeft getrokken uit de periode van groei, dus van begin jaren 90 tot 2007. En hoe de strategie daar in de afgelopen 20 jaar door bepaald is. En om met dat eerste te beginnen, de karakter van de vroege SP. Ik wil daar niet heel lang bij stilstaan. Ik heb daar uitgebreid over geschreven in mijn artikel voor de International Socialism Journal over de stagnatie van de SP. Maar om heel kort samen te vatten, de SP ontstond als een Maoïstische afsplitsing van de CPN. Dat was echt een handjevol mensen. En vervolgens werd er een nieuwe organisatie opgebouwd van een paar honderd leden. Die splitste vervolgens weer in tweeën in een virtuele universiteitsgroep. Die sterk op theorie gefocust was. Hoewel die dan, ja, over die theorie valt ook van alles te zeggen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want de SP komt voort uit die andere tak, die juist een hele grote aversie had tegen theorie, tegen intellectueel denken.
En dat soort zaken. En dat heeft een hele grote impact gehad op de verdere geschiedenis van de SP. Want dat is eigenlijk een rode draad geweest. Dat er vooral niet te veel gepraat moet worden. Niet te veel gediscussieerd. En dat zie je nu ook weer aan het, aan de beschuldigingen die werden geuit. Aan het adres van Rood en aan dissidenten leden. Dat waren natuurlijk zolderkamercommunisten die alleen maar interesse hadden in discussiëren en dergelijke zaken. Dat past helemaal in die lijn al vanaf de jaren 70 van een soort anti-intellectuele houding binnen de binnen de SP. Dat betekende niet dat er geen scholingen plaatsvonden, maar dat die scholingen vooral eenrichtingsverkeer waren. Dus de partijtop die had een bepaald idee en gewone leden die moesten vooral lokaal actief zijn. En dat zag je ook terug in die tijd dat de leden die waren vooral daarmee bezig en waren eigenlijk ook, omdat ze op die basis gerekruteerd werden, niet echt heel erg geïnteresseerd in grotere zaken. Het ging vooral om lokaal actief zijn, op lokaal terrein overwinningen te boeken. En dat lukte ze over het algemeen op plekken, in beperkte mate, maar op plekken waar nog geen links actief was. Want ze hadden een sterke neiging om niet samen te werken met andere linkse organisaties. Nou, in de jaren 70 waren natuurlijk de CPN en de PSP en ook nog de PvdA, maar vooral de CPN en de PSP waren belangrijke organisaties op radicaal links. En daar waar die eigenlijk actief waren, daar was de SP niet in staat om te groeien. Ze werkte lokaal ook nauwelijks samen met andere partijen. Dus ze groeiden niet doordat ze ideologisch, dat ze aan het discussiëren waren met andere linkse stromingen of dat soort dingen. Dat is iets wat nooit echt in de SP erin is gekomen. Dan een laatste punt hierover is het specifieke punt van de massalijn, wat een ding is wat uit de Maoïstische ideologie is geïmporteerd. Kijk, de massalijn is een heel vaag begrip. Je kan er alle kanten mee op. Vrij letterlijk betekent het, je moet luisteren naar de mensen. En Maoïsten die hebben ook al het hele concept van de arbeidersklasse losgelaten. Dus die zeggen, je moet eigenlijk luisteren naar het volk. Maar wie dan precies dat volk is en naar wie je binnen dat volk moet luisteren, dat is heel onduidelijk. En dat is ook een lijn die je nog steeds terug ziet komen binnen de SP. Ook het nationalisme is daardoor beïnvloed, wat we nu binnen de SP zien. Maar ook, toen de voormalige fractievoorzitter van de SP Rotterdam zijn kritiek uitte, dat was ook onder andere op de massalijn, toen noemde hij het heel treffend dat de mening van de strategie van de partij werd bepaald door die massalijn en daarbij ging dat dan om het vermoeden van de partijtop, hun eigen vermoeden van wat een blanke oude man in een Brabantse kroeg waarschijnlijk zou vinden. Nou denk ik dat Kevin Levy, ik volg hem wel een beetje, dat die het woord blank inmiddels niet meer zou gebruiken. Dus een opmerkingje tussendoor. Maar ik denk dat een hele treffende omschrijving is als het gaat om de massalijn en wat voor invloed dat heeft op de strategie van de SP en dat eigenlijk nog steeds heel sterk terugkomt. Nou, het tweede punt dat ik noemde, wat een onderliggende oorzaak is voor waardoor we nu zo'n crisis in de SP meemaken, is de timing van de electorale doorbraak van de SP. En dat vond plaats. Hè, de SP haalt voor het eerst zetels in de Tweede Kamer aan het begin van de jaren 90. Dat is echt een soort wedergeboorte van de SP. Halverwege jaren 80 worden er zelfs discussies gevoerd op het congres of de SP niet opgeheven moet worden. Maar in de jaren 90
Halen ze hun eerste parlementaire zetels, zetels in de Tweede Kamer. Jan Marijnis en Remy Poppen gaan naar Den Haag. Maar dat vindt plaats op het moment dat de Koude Oorlog net op zijn eind loopt. De Berlijnse muur is net gevallen, het IJzeren Gordijn is gevallen. De Sovjet-Unie stort een jaar later ineen. Dus je ziet eigenlijk dat voor heel links op dat moment er een soort herijking plaatsvindt. Of een, ja, het is een moment waarop links heel veel krediet verliest en een deel van haar identiteit verliest. We kunnen hele discussies voeren over de Sovjet-Unie en over Stalinisme en dergelijke. Maar feit is dat op dat moment een flink deel van de socialistische, van de linkse beweging ideologisch ontwapend raakt. En je ziet dat aan de ene kant in de teloorgang van de oude communistische partijen en aan de andere kant in de capitulatie van de traditionele sociaaldemocratie. En de paradoxale situatie van de SP is dat ze eigenlijk die wedergeboorte aan het begin van de jaren 90 dankt aan de ineenstorting van de traditionele, of niet de ineenstorting, maar de capitulatie van de traditionele sociaaldemocratie voor het neoliberalisme. Bij de PvdA gebeurt dat als gevolg van het WAO-akkoord in 1991. De PvdA gaat daarmee echt door de knieën voor het neoliberalisme, omarmt dat. En dat is al een proces wat iets langer gaande is, al een aantal jaren. Maar op dat moment wordt dat een publiek ding. Het wordt duidelijk voor de achterban van de PvdA dat ze verraden worden door de PvdA. En het leidt onder andere tot een hele grote vakbondsdemonstratie. En de eerste vakbondsdemonstratie tegen een kabinet met de PvdA daarin. En dat is een heel belangrijk moment voor de SP, want dat biedt hun ruimte om op te schuiven en een deel van die achterban over te nemen. Maar tegelijkertijd is het een periode van nederlagen voor links, waardoor de SP niet beïnvloed door linkse overwinningen, maar door linkse nederlagen. En dat zie je ook terug in de derde factor die heel belangrijk is in als het gaat om de ontwikkeling tot waar de SP nu is. Dat is hoe de periode van groei plaatsvond en welke lessen daaruit getrokken werden. Nou, de SP weet zichzelf tegenover de paarse kabinetten te positioneren als de vijand van het neoliberalisme. De PvdA zit in de regering, de premier is van de PvdA en die voeren allerlei bezuinigingen door privatiseringen en die slopen de verzorgingsstaat die ze zelf mede hebben opgebouwd. En op basis daarvan weet de SP zichzelf te profileren als de oppositiepartij in de Tweede Kamer. De waakhond in Den Haag. Jan Marijnissen die weet dat op een bijzonder handige manier te doen. Die positioneert zich echt als, als iemand die tegen de draad ingaat. Hij zegt op een gegeven moment even dimmen in de Kamer. Nou, dat was me toch wat. Dat hij zo tekeer kon gaan tegen de Kamervoorzitter was het, geloof ik. Ik weet het niet eens meer tegen wie het was. Maar hij zei het in de Kamer en het was verschrikkelijk dat hij effe dimmen zei. Op dat moment hebben ze echt, worden ze gezien als de oppositiepartij tegen het neoliberalisme. Dan maken ze een beperkte groei tegen, maar de echte groei die vindt plaats op het moment dat er een nieuwe golf van strijd plaatsvindt. En dat je die begint vanaf de eeuwwisseling en 1999 de Battle of Seattle, de anders globaliseringsbeweging die verschijnt op het toneel, maar ook de anti-oorlogsbeweging. Dus een periode met grote internationale protesten. In Nederland is er een massaal protest in 2004, een vakbondsprotest waar maar liefst 350.000 mensen op het museumplein komen.
En op basis van die golf van strijd, daar weet de SP heel erg van te profiteren. Zowel door zetels te winnen, in 2006 halen ze 25 zetels, als door een heleboel van die activisten uit die bewegingen de partij in te trekken en vervolgens actief te maken, niet vanuit de partij binnen die bewegingen, maar ze in de richting te duwen van verkiezingsstrijd. Dus die activisten die zijn bezig in de anti-oorlogsbeweging, in de antiracismebeweging, in vakbondsstrijd. En daar wordt eigenlijk tegen gezegd, zodra zij binnen de SP komen, oké, mooi, en nu ga je op de markt staan om SP-folders uit te delen, want de SP, de regering in, dat is hoe we de wereld gaan veranderen. En daarmee worden die activisten eigenlijk uit de bewegingen getrokken en in de richting van die verkiezingscampagnes geduwd. Nou, ondertussen, in die hele periode van groei, past de SP ook steeds meer van haar of van haar programma. Er zijn natuurlijk bekende voorbeelden als afschaffing van de NAVO. Dat is een typisch voorbeeld van wat eruit verdwijnt. Maar over de hele linie zie je dat de scherpe randjes eraf gaan. En eigenlijk is de conclusie die de SP top trekt, elke keer als wij ons programma aanpassen en wat meer opschuiven naar het midden, dan gaan steeds meer mensen ons accepteren en ons als respectabel zien en dan gaan ze op ons stemmen. Dus dat is eigenlijk hoe zij denken dat ze mensen kunnen winnen. Niet door ideologische strijd te voeren, door te discussiëren met mensen, door ze te overtuigen, maar eigenlijk door hun eigen programma aan te passen aan de ideeën van steeds grotere groepen mensen. Uiteindelijk halen ze natuurlijk die monsterzege in 2006, 25 zetels. Vervolgens komen ze niet in de regering. En het jaar daarna, je ziet dat een periode van een aantal maanden blijft de SP hoog in de peilingen staan. Maar halverwege 2007 dondert het allemaal in elkaar. En de conclusie die de partijtop trekt is, dit komt doordat wij niet in de regering zitten. Dus wij moeten alles op alles zetten om in de regering te komen. En vanaf dat moment zie je eigenlijk dat dat een soort van heilige graal wordt. Als we maar in die regering komen. Het probleem is alleen, de SP kwam niet in de regering met 25 zetels. En met minder zetels gaat het ze al helemaal niet lukken. Want de SP heeft de centrumpartijen en de rechtse partijen niets te bieden. En dat ze heeft die partijen pas wat te bieden op het moment dat ze groot en sterk is en een vertegenwoordiging van een radicale beweging. En dat is het nu niet. Maar daardoor krijg je allerlei hele bijzondere situaties. Dus de partij die zet niet in op ideologische strijd, zet niet in op het opbouwen van de bewegingen, maar zet vooral in op electoralisme en een ideologisch ontwapend kader is niet goed in staat om daar zich tegen te verzetten. Die zijn nog steeds vooral bezig met verkiezingscampagnes en met lokaal activisme. Niet zozeer met discussies, dat is nog altijd geen discussiecultuur. Ik heb net al het een en ander gezegd over hoe dat in die partij aanwezig is of een gebrek daaraan. Je ziet dat ze steeds verder terugvallen in de peilingen en daar is eigenlijk geen antwoord op. Ook de afgelopen maanden zie je weer typische voorbeelden van dat de SP steeds het midden zoekt tussen acceptabel zijn en een soort van oppositie te vormen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het debat over de avondklok, waar de SP aan de ene kant zegt, Marijnissen zegt, het is wrang dat deze regering niet meer doet om werkgevers aan te spreken en te dwingen om mensen thuis te laten werken of dingen te stoppen. En vervolgens stemmen ze wel voor die avondklok. Dus het is zowel het een als het ander. Op het moment dat overigens topwerk van Renske leidt als het gaat om de toeslagenaffaire, maar
Ook hier, het is vooral electoraal werk. En vervolgens zie je Marijnissen in een praatprogramma waar haar gevraagd wordt van wat betekent dit voor samenwerking, voor regeren met de VVD? En het antwoord is niet meteen van de VVD is een verschrikkelijke partij, die zijn verantwoordelijk. Nee, het is een soort van zoeken, maar Rutte is wel heel slecht, maar de rest van de VVD, daar valt misschien nog wat mee te doen. Nou, als je als linkspersoon daarnaar zit te kijken, dan denk je ook van ja, wat moet ik daarmee? En als je denkt, ik wil een linkse partij in de regering, ja, de SP gaat dat niet worden. Dus dan stem je op GroenLinks of de PvdA. Dus het is the worst of both worlds. Nou, wat betekent dit voor een nieuw links? Ik denk dat het heel lastig is, de situatie waar we in zitten. Sowieso. De periode is een hele lastige. Hè, ik heb net de Verenigde Staten genoemd als een voorbeeld van een plek waar heel veel strijd plaatsvindt en waar je echt de wedergeboorte van een socialistische beweging ziet. Dat is heel erg hoopgevend. Maar buiten de Verenigde Staten en zeker in Nederland is het wat minder hoopgevend. De eerste vraag is natuurlijk: wat is het perspectief voor rood? Kijk, het lastige is dat je inmiddels wel kan concluderen dat de SP rood niet op deze manier toe gaat laten, weer toe gaat laten tot de SP. Die terugkeer lijkt uitgesloten. Er was beperkte steun voor rood in het conflict. Maar ook als je kijkt naar de steun die er was onder linkse SP'ers, dan er was op een gegeven moment die petitie, de petitie sprak zich uit voor een dialoog. Niet eens een politiek inhoudelijk punt, maar echt er moest een dialoog plaatsvinden. Maar vooral de partijraad heeft besloten, en er is weinig reden om aan te nemen dat de partijcultuur heel erg verandert in de komende tijd, juist op een moment dat je ziet dat kritische leden de afgelopen jaren al één voor één individueel aan het vertrekken waren. En nu zie je dat er steeds meer mensen, hè, er wordt steeds elke keer dat er zo'n besluit wordt genomen om een oppositie de mond te snoeren, besluiten ook meer kritische leden om te vertrekken. Wat het alleen maar moeilijker maakt om die strijd voort te zetten binnen de SP. De vraag is vervolgens: wat kan je als Rood doen als onafhankelijke organisatie? Ik denk dat dat een hele lastige vraag is, die van alles ja, oproept van wil je een onafhankelijke partij worden of een groep die bezig is om de SP te ondersteunen, waar het nu een beetje op lijkt, of juist meer een organisatie die bezig is om discussies te faciliteren. Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar ik denk dat er op dit moment weinig reden is om te denken dat, dat Rood bijvoorbeeld uit zou kunnen groeien tot een echte nieuwe linkse partij. Daarvoor is er simpelweg te weinig ruimte. En ik denk ook dat, dat de periode op dit moment bijzonder slecht is voor nieuwe linkse initiatieven. Als het gaat om de mogelijkheden voor een verandering van de partijcultuur binnen de SP, dan denk ik dat die alleen van buitenaf in gang kan gezet worden. En dat zal plaatsvinden, als dat plaatsvindt, door een nieuwe golf van strijd, een nieuwe influx van leden die een andere koers in kunnen zetten, maar vanuit de huidige partij gaat dat niet komen. Maar zo'n nieuwe influx van leden vraagt ook om een nieuwe golf van strijd, en die is er op dit moment niet. En ook denk ik dat op het moment dat zo'n nieuwe golf van strijd zich ontwikkelt, ontstaat, dat op zo'n moment 10 jaar geleden was de SP nog een waarschijnlijke kandidaat voor de mensen die actief zouden zijn in zo'n nieuwe golf van strijd, in een nieuwe golf van bewegingen, om zich aan te sluiten bij de SP. Inmiddels is dat niet meer zo. De SP is niet meer het automatische richtpunt binnen links. En dat maakt het voor de SP nog moeilijker
op dit vlak. Ik denk ook dat het steeds waarschijnlijker is dat een nieuw links zal ontstaan uit zo'n golf van strijd en dat het dan via een nieuwe partij zal ontstaan. Dan roepen natuurlijk sommige mensen meteen, is die nieuwe partij er niet al? Als we het dan hebben over Bijeen. Ik denk dat Bijeen een hele interessante ontwikkeling is. Maar dat ze tegelijkertijd die hele brede laag van activisten waarop een nieuwe linkse partij gebouwd kan worden, die is simpelweg niet aanwezig. En dat doet niets af aan het harde werken van de activisten die er wel zijn en de bewegingen die er wel zijn. Maar je hebt op dit moment geen beweging zoals bijvoorbeeld rond de eeuwwisselingen en daarna toen er echt massale demonstraties plaatsvonden en lokale initiatieven werden genomen en internationaal van alles bezig was. Dat zie je nu niet. En dat maakt het heel moeilijk om een nieuwe partij nu op te richten. En wat dat betreft is het ook niet een heel hoopgevend verhaal van, nou ja, als wij nu gewoon de vlag omhoog steken, we stellen een partijprogramma op, en we bedenken een catchy naam voor een nieuwe partij, dat het dan allemaal opgelost is. Nee, ik denk dat we toch echt moeten kijken naar van, hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het opbouwen van nieuwe bewegingen die bij kunnen dragen aan het oplaaien van die strijd. En ik denk dat daar activisme een heel belangrijk ding is. Dat de mensen die nu bijvoorbeeld vertrekken uit de SP, dat die vooral actief moeten blijven op een of andere manier binnen de bewegingen. En daarbij denk ik dat het heel belangrijk is binnen die bewegingen wat voor discussies daar nu worden gevoerd. Welke ideeën gaan daar zo winnen en welke ideeën verdwijnen daar? Worden socialistische ideeën daar zo dominant? Binnen de klimaatbeweging, binnen de antiracismebeweging. Dat is echt een vraagstuk op dit moment. Het is niet meer zoals in de jaren 60 en 70 dat bewegingen automatisch een vrij sterke invloed hadden vanuit het socialisme. Dat is er op dit moment niet. Dat is echt een punt waarop gestreden moet worden. En dat begint heel klein. Daarbij denk ik dat als je kijkt naar hoe Marx keek naar de arbeidersbeweging, dan zag hij bijvoorbeeld vakbondsstrijd, maar ook strijd van verschillende bewegingen, zag hij als een leerschool voor de arbeidersbeweging, voor die strijd. En ik denk dat dat ook voor onszelf geldt, dat hoe meer wij actief zijn binnen bewegingen, hoe meer we zelf ook leren en van daaruit ook kunnen kijken van hoe zouden socialistische ideeën kunnen bijdragen aan het versterken van die bewegingen en tegelijkertijd hoe kunnen die bewegingen bijdragen aan het versterken van ons inzicht van de huidige periode. En ik denk dat dat de belangrijkste taak is voor socialisten op dit moment. Dus discussiëren, strijden voor socialistische ideeën, de basis leggen voor een nieuw links. En als we die basis kunnen leggen, dat is niet iets wat vanzelf gaat, niet iets wat geforceerd kan worden, maar als dat lukt, dan kan daaruit ook een nieuwe linkse partij ontstaan. En dat zal met horten en stoten gaan en met breuken en fusies en splitsingen en al dat soort dingen. Maar ik denk dat dat in het algemeen de lijn is die we kant, de kant die we op moeten. Dat is niet een kant en klaar, dit moeten we doen en dan lukt het. Het is een opdracht aan onszelf om steeds opnieuw te kijken van op welk punt kunnen we terrein winnen en kunnen we die basis verder versterken. Daar wilde ik het bij laten.